de laatste wijze woorden. Zo zou het begin van je vakantie kunnen zijn. Weg van huis. Een andere wereld in. Weg zijn. Vrij zijn. Fijn doen waar je zin in hebt. Nieuwe dingen zien. Zwemmen. Zonnen. Onderweg zijn. Het gaat er niet om zo snel mogelijk van het ene punt naar het andere te komen, of om per se zo ver mogelijk weg te gaan. Wat is er nu mooier dan om op zo'n eerste vakantiemorgen ergens op een zonovergoten terrasje neer te strijken, iets te drinken en je lang van tevoren gemaakte plannen voor de komende vrije weken nog eens te bekijken. Er zijn vele manieren om op stap te gaan. Hoe je dat dan doet, is niet erg belangrijk. Op de fiets, met de auto of desnoods ga je liftend. Tot de bekendste vakantieonderkomens voor jonge mensen behoren de jeugdherbergen, waar alleen al in Nederland jaarlijks honderdduizenden gasten worden ontvangen. Gasten vanuit de hele wereld, uit Europa, maar ook uit Amerika, India of Japan. Toegang krijgt men op vertoon van de lidmaatschapskaart die in de hele wereld geldig is. Is er nog plaats? Er is nog plaats. Voor u. Voor de week nog, voor zijn we? Even uw formulier. De inschrijving is een formaliteit die slechts enkele ogenblikken duurt. Willen jullie dat formulier eventjes invullen? Goed, ja. Moeten jullie ook mee warm eten nog vanavond? Ja, graag. Ja? Kerstjes vanavond. De 9e van de 7e. Van de witte slaapzak naar de witte zeilen. Vooral die speciale attracties trekken velen. Rallies, kampen en ook zeilcursussen op de Hollandse plassen en Friese meren, zoals hier in Sneek. Al die tonen zijn wat strak, hè? Vallen, hè? Zo, ja. Rustig aan toe maar. En goed omhoog zien hoe de gavel erbij staat, hè? Ja. Oké. Okay. Iedere week, ook tijdens voor- en na-seizoen, wordt er in cursusverband door tientallen meisjes en jongens gezeild. De NJHC beschikt over een grote vloot van goede boten, zowel 16 kwadraatmeter, de BM's en jotters. Jonge en bekwame instructeurs maken je waterwijs met de theorie en vooral ook de praktijk van het zeilen. De zeilcursussen zijn zo ingericht dat men naast het zeilen zelf ook volop kan genieten van tochten over meren en plassen, van leuke oude plaatsjes en natuurlijk tal van gezellige avonden. In de jeugdherbergen tref je uitsluitend jongeren van je eigen leeftijdsgroep aan. En als je dan aan het eind van de cursus naar huis gaat met een deelnemersverklaring of een zeilbrevet A of B, dan zul je, als zoveel zeggen, mijn zeilvakantie bij de NJHC was een fijne vakantie. Na het zeilen wordt er 's avonds ook theorieles gegeven, waarbij men met zeiltermen en met touw leert omgaan. Net door de wind heen gaan, daar onder de waldrust, dat noemen we grijpen. En als we dan uitgezeild zijn en naar de kant komen, dan leggen we de boot vast met een paalsteek. En van het touw, van het tuig, naar het leren van de leidsels. In een van de vele hippische centra in de Duinstreek. In Salland en Twente. En zoals hier, in het Drentse land van Rode. De NJHC laat je echt geen week rondjes rijden in de manege. Al hebben we die ruimte achter de hand voor slecht weer of speciale rijinstructies. Het is de bedoeling, ook voor beginners, dat we zo gauw mogelijk echt gaan rijden. Paardenvoetje voor paardenvoetje.
van stap in galop, gevolgd door urenlange vrije ritten door prachtige landschappen. Vakkundige instructeurs helpen daarbij. De ruiterkampen bieden naast het rijden nog gelegenheid te over om een deel van de vrije tijd naar eigen inzicht door te brengen. De ruiterkampen worden gehouden van half juni tot half augustus. Ze beginnen zondagsmiddags en eindigen zaterdagsmiddags. En van het feestelijk rijden naar een ruiterfeest. Waar zijn die jeugdherbergen niet allemaal geschikt voor? Ze worden gebruikt door schoolgroepen en verenigingen en ze worden gebruikt voor conferenties. Tal van groepen worden ontvangen, maar het belangrijkste is toch dat de jeugd tijdens weekends of vakanties er zelf zijn eigen festijnen kan inrichten. Zoals bijvoorbeeld hier in Elst, waar een 800-tal jongelui zijn samengekomen om feest te vieren. Ze hebben hier een eigen kermis gebouwd, met standjes waar men diverse waren aan de man tracht te brengen en waarin behendigheidsspelletjes worden gedaan. Ja, meid, je mag wel opschieten. Er is koffie, er zijn broodjes. Er komt wat voor kijken voordat zo'n 800 mensen op tijd hun natje en droogje hebben. En dat alles gebeurt dan in een feestelijke sfeer, waarin oude bekenden elkaar weer kunnen ontmoeten en tal van nieuwe vriendschappen worden gesloten. Jij de drie, jongen? Gaan we daar neerploffen? Maar tijdens zo'n feest of rally wordt er natuurlijk meer gedaan dan alleen maar gegeten. Men doet er bijvoorbeeld aan sport, als voetballen, volleybal en zwemmen. Overal op de spel- en sportterreinen is men bezig. Grote groepen verzamelen zich rond de troubadours van deze tijd. Die waren aan het wijven. Eentje met ze de hersens in, toen waren ze met hun vijven. Vijf kleine nikkertjes, die dronken een glaasje bier. Eentje kreeg het delirium, toen waren er nog maar vier. Hey, zo! Ook als het buiten donker wordt, is het feest nog niet afgelopen. Integendeel, er wordt op het terrein of binnen aan volksdansen of modern dansen gedaan. In het zomerseizoen trekken vocale en muzikale combo's van jeugdherberg naar jeugdherberg. De slotavond van het feest kan worden gehouden in een van de openluchttheaters. Er wordt aan toneel gedaan, er treden cabaretgroepen op en de muziek en het gelach zijn niet van de lucht. En dat alles wordt geheel en al door de jeugd zelf verzorgd. En zo toonde dit journaaltje dan enkele van de facetten van de vele NJHC-activiteiten die het gehele jaar door, 's winters, zowel als zomers, in en rond jeugdherbergen worden georganiseerd. Een NJHC-vakantie is een boeiende, een avontuurlijke vakantie.